Hi, ik ben Lucienne en dit lesje ga ik maken speciaal voor het programma of het blad Stitch at Home, waar ik een stukje in geschreven heb over hoe je motiefsteken maakt in Hatch. Dit is het beginscherm van Hatch. De icoontjes zijn erg klein en die kan je groter zetten door hier naar View te gaan. Daar klik je op en dan zeg je Large Icons. En je kan ze zelfs nog groter maken. Laten we het hierop houden. Lijkt het je leuk om Hatch een keer te proberen? Je kunt het gratis 30 dagen proberen. Laten we beginnen. We gaan een plaatje binnenhalen. Dit is dus je beginscherm. Dit is alles wat, wat je op je computer ook hebt, kan je hier uithalen. Maar wij gaan nu een plaatje binnenhalen. Daarvoor klik weer links het scherm op Artwork. En we klikken op Insert Artwork. Nou zoek ik even naar mijn plaatje. Ja, dat is hem. We zeggen openen. Hou ik mijn cursor hierop, dan zie je dat het plaatje veel te groot is. Hij is 6 cm bij 11. Nou, voor een motiefsteekje is het leuk als je een mooie rand ergens op wil borduren. Dan kan dat natuurlijk. Maar ik maak hem eventjes heel klein. En nu is hij 9,1, dus 0,9 centimeter bij 1,7 centimeter, want dit is in millimeters. Ook kun je het hier zien. De breedte en de hoogte. En ik vind hem zo prima. Ik zou hem nog iets kleiner kunnen maken. Dan gaan we hem gebruiken voor een randje. Nu gaan we hem overtrekken. En zodra je hem overtrekt, worden dat ook meteen steken. Dus ik sluit Artwork. Oh, eerst moet ik even erbij vertellen dat dit plaatje kun je nu bewegen. Dus dat kan lastig zijn onder het digitaliseren, onder het ontwerpen. Dus je kan hem op slot zetten. Ook kun je hem dimmen. Dan klik ik hiervoor op Dim Artwork. En je kan hem op slot zetten. Nu kan hij gewoon geen kant meer op. Dan gaan we naar Digitize. Daar klikken we op. En hier heb je dus heel veel mogelijkheden. En we gebruiken nu alleen de mogelijkheid Digitize Open Shape. Dat wil zeggen dat het gewoon een open object is. En dan krijg je dus alleen een buitenlijn. Die buitenlijn die wil ik kies Single Run en ik kan verschillende buitenlijnen kiezen. Maar ik neem de Single Run. Hiermee kan je ook nog de lengte instellen. De minimum maximale lengte of de variabele lengte. Wij houden het zoals hij is. En we gaan beginnen. Voor een motiefsteekje moet hij natuurlijk aan elkaar staan. Daarvoor maak ik eerst hier een verbindingslijntje. Dus ik begin hier. Ik heb mijn controltoets ingedrukt en ik klik hierop. Voor een rechte lijn doe je dat. Ik heb weer mijn controltoets ingedrukt en ik klik hier. Dan krijg ik weer een mooie rechte lijn. En nu klik ik verder met mijn rechtermuisknop. Ik ga nu het hele patroontje overtrekken. Daar waar nodig, dat is allemaal rechtermuisklik. En nu doe ik een linkermuis. Nu gebruik ik ook mijn linkermuis. En hier ga ik weer verder met mijn rechtermuis. Omdat ik dit toch een beetje mooi rond wil laten lopen. En zo maken we dat hele patroontje af. Dus een ronde weer rechts. Hier ga ik weer even links. Rechts. Ik wil hier eindigen, want ik wil dat de blaadjes een beetje tegenover elkaar komen te staan. Dus ik maak hem gewoon ietsje anders dan het plaatje. Rechts. En dan ga ik hier nog één keer naar rechts op dezelfde hoogte. Ik zal eventjes inzoomen, dat je het goed kan zien. Dezelfde hoogte als dit lijntje. Dus we gaan hierheen. En daar zeggen we klik. En dan zeg ik enter. Nu heb je je patroontje gemaakt. Maar het is nog geen motiefsteekje. Het wordt pas een motiefsteekje als we gaan hem selecteren. Hierop klikken.
Ga naar het motiefsteekje, dat is hierop klikken. En dan kiezen we een nieuwe categorie. En ik heb al een heleboel categorieën genoemd. Schrijf er maar over. Dat krijgen jullie niet te zien, maar dat komt, ik had hem al. Nu vraagt hij om een patroonnaam. En dan noem ik hem even tulplijn. Dan zeg ik oké. Okay. En nu ga ik hierop klikken. Beginpunt geef ik aan en mijn eindpunt. Hier wil ik dat hij begint en daar wil ik dat hij eindigt. En dan staat er dat hij gecreëerd is. In de categorie Stitch at Home. Ik klik op OK. Je kan zien, nu staat hij ook hier. Dus wat we nu gaan doen is even van de selectie af. Ik klik op Motief. Ik klik op Digitize Open Shape. En ik ga een lijntje maken. Linkermuisknop, Ctrl-toets ingedrukt, linkermuisknop, Enter. En hier is je motiefje, die dus keurig op een lijntje staat. Je ziet, we hebben hier een stukje over. Dat is helemaal niet erg, want hij gaat vanzelf hier vandaan daar naartoe springen. Dus dat komt goed. Zonder dat hij knipt of steken overslaat. Ik zal hem even een ander kleurtje geven. Dan zie je het duidelijker. Dit is hem dus. Wil ik hem in een rondje hebben, dan klik ik op Circle Oval. Ik klik nu eerst op Single Run. Linkermuisknop. Trekken of slepen. Loslaten. Indrukken. Enter. En dan heb je een heel mooi rond lijntje. Die ga ik selecteren. Nou moet ik hem eerst even spiegelen, want anders komt hij aan de binnenkant van de lijn en dat willen we niet. En je kan hem zowel horizontaal als verticaal spiegelen, dat maakt niet uit. En dan klik ik op motief. En nu heb je hem dus keurig in een rondje staan. Je kunt hem dus ook als vulsteek gebruiken. En als vulsteek gaan we even, we kunnen ook wel een rondje doen. Klikken weer op Circle Oval. Maar nu klikken we hier op Fill. Hij stond er net nog op Outline. Nu klik ik op Fill, dat is vullen. En dan ga ik hier naar Motief. Alleen dit is niet het juiste motiefje. Dus gaan we hier onze categorie zoeken. En het was Stitch at Home. Dus deze Stitch at Home. En dan komt hier mijn tulpje te staan. Heb ik nou meer patroontjes onder de categorie Stitch at Home met andere benamingen, dan zie je die andere plaatjes hier ook komen te staan. En dan kun je hier scrollen. Maar wij nemen deze. Nu ga ik weer in het veld klikken. Linkermuisknop ingedrukt houden. Weer maken we een rondje. Loslaten. Linkermuis weer indrukken. En enter. Ik ga hem eventjes rood maken, zodat hij beter te zien is. Heel leuk, heel grappig. Alleen wat niet zo mooi is, vind ik, dat zijn die lijnen. Dus zou je een ander motiefje moeten maken zonder die lijnen.